En wij besluiten het Binnenlands Journaal met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname, MDS. Die geldt tot morgen 21 november. In de avond en nacht blijft het voornamelijk droog boven ons land. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich op bepaalde plaatsen nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. In de vroege ochtend mogelijk een enkele bui in het zuiden. Morgen, 21 november, in de middag en begin van de avond, is er op enkele plaatsen perioden met lichte tot soms een matige bui, mogelijk met onweer en windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 37 graden Celsius.